Veurtje kamer. Kijk, hier zit ik altijd. De allereerste tip, de camera. Weet je wat knap is? Ik kan met mijn ogen dicht. Zie je? Thumbnail. Ja. Licht. Spannend! Ik ga dus nu mijn allereerste video maken voor het Klokhuiskanaal. Samen met deze goede tips van Rutger. En ik zie nu al dat ik verkeerd begin, want ik moet vooral niet naar het scherm kijken, maar lekker daar in de camera. Je moet wel in de lens kijken en niet in het schermpje, want anders ziet het er op beeld een beetje raar uit straks. Hallo, daar zijn we jongens. En de allereerste tip is, let op je achtergrond. De achtergrond. Dat is wel belangrijk dat, het, dat je een beetje een leuke plek hebt. Dus ik heb het gewoon gezellig mogelijk geprobeerd om het zo aan te kleden. En zorg ervoor dat het een beetje is opgeruimd. Ik ben echt totaal geen opgeruimd persoon, maar ik probeer dit altijd netjes te houden. Ik vind het heel netjes. Dus ik ga nu gewoon even op zoek naar een leuke hoek. Oké, help even mee zoeken. Dit is dus mijn huis, dus ik moet even gaan kijken of ik hier op de bank misschien iets leuks kan doen. Leuke hoek. Dit is de logeerkamer. Nou, daar kan ik ook niet zoveel mee. En dit is dan waskamer slash kantoor. Maar dat is dan weer super rommelig. En de tip van Rutger was natuurlijk wel, zorg ervoor dat het lekker is opgeruimd en dat het een heel gezellig, leuk hoekje wordt. Kijk, hier zitten mijn konijnen. Kunnen jullie dat meteen even zien? Oh, kijk eens. Hallo. Dat is natuurlijk heel leuk. Voor op de achtergrond. Ik ga wat lager zitten. En dan heb ik mijn konijnen op de achtergrond. Kijk, daar zit die. Dat is toch heel gezellig. En ik film natuurlijk gewoon op mijn telefoon. Dat kunnen jullie thuis ook het beste doen. Tip, de camera. En misschien denk je, maar die heb ik helemaal niet. Dat is helemaal geen probleem, want waarschijnlijk heb je wel een telefoon. Ik zie alleen wel dat ik hier best wel veel tegenlicht heb. Dus even kijken wat ook alweer de tips waren voor het licht. En ik zie daar een lamp. Ja, dat is mijn geweldige kamerlamp. Het licht. Je moet altijd met het licht meefilmen, dus zorg eigenlijk dat je de zon in je gezicht hebt. Ik heb de camera nu een kwartslag gedraaid richting het raam. En ja, je ziet het al, ik word gewoon helemaal donker. Dus het is heel erg belangrijk om goed op het licht te letten. Niet tegen het licht infilmen en zorg voor genoeg verlichting in de ruimte. Nee, geen dure studiolampen, maar gewoon een lamp uit de woonkamer. Moeten we even de gordijnen dicht doen? Wat doe je? Ga eens terug. Ga eens terug. Zo. En ik heb hier dus een lamp uit mijn slaapkamer. Het is eigenlijk gewoon mijn leeslamp. Als ik die nu hier neerzet en ik richt het op mijn gezicht, dan heb ik als het goed is meteen een heleboel extra licht. Ho. Zo. Stoel erbij. Oh, dan moet ik alleen zie ik alleen wel dat hij nog wat lager moet. Wat hebben we nog meer voor tips? Kijk even mee naar mijn konijn. Wat hij hier probeert uit te breken. Harvey, wat ben je aan het doen? Ja hoor, daar is die. Daar is die, uit zijn hok. Zeg maar hoi. Verder heb ik dus een lamp. Ik heb een camera, ik heb een stoel. Maar ik vind het toch nog een beetje een saaie hoek. Dus ik dacht, ik ga naar Hilversum, naar de Klokhuisredactie. Rij je mee? Nou, we zitten in de auto. Onderweg naar Hilversum. Naar het kantoor van het Klokhuis. Want dat zijn toch wel de tips. Op zoek naar een heleboel leuks. Wauw. Supergoed dit. Ja, we hebben hier natuurlijk op de redactie ook nog een heel leuk propshok. Kijk maar eens even mee. Klokhuis propshok. Deze appel, Klokhuis, mag natuurlijk niet ontbreken. Dus die gaan we ook gewoon meenemen. Nog even wat boeken. Zit vast. Dan gaan we eens even kijken of we een leuk hoekje in elkaar kunnen flansen. Zo, nou, ik ben dus nu net thuis met al mijn Klokhuis spullen. Oh, even de deur open. Kan ik gewoon mijn hoekje in orde gaan maken? Ik heb dus maar één arm over, super handig. Zet ik deze weer even in de. Oh, deze weer even in zijn houdertje. Oké, die doet het. Kom maar, vriendje hoek.
die appel daar aan de achtergrond. Zo. Nou, dit ziet er best leuk uit. Volgens mij kan het nog wel iets beter. Maar voor nu, prima. Door naar de volgende tip. Waar moet het over gaan? Eigenlijk ben je nu helemaal klaar om te gaan filmen, maar nu moet je nog een goed video-idee hebben. En mijn tip daarvoor is dat je gewoon moet kijken wat je leuk vindt om te doen. Dus kijk wat voor hobby's je hebt en bedenk hoe je daar een video van kan maken. Dus daar ga ik ook nog even over nadenken. Maar ik zag wel laatst dit hele leuke YouTube-filmpje. Nou, dat is toch te leuk! Heb je er zin in? Ja? Zin in! Ja, ik ga jullie natuurlijk ook meenemen naar draaidagen van het Klokhuis. Dat is heel leuk om achter de schermen te laten zien. En als jullie nou ook nog leuke ideeën hebben, laat dat dan vooral even weten hier beneden. Zo moet dat, hè? In de comments. Oh, misschien een gevaarlijke sport of zo? Dan hebben we natuurlijk nog de tip over de lancering. Start hem in. Het is natuurlijk wel nog leuk om jezelf, als jij nu YouTuber gaat worden, ja, om jezelf zeg maar op een bepaalde spectaculaire manier te gaan lanceren. Oké, het is tijd voor de lancering. Tada! Ik ben gelanceerd! Het is gelukt! Oh. Applaus! Oh ja, en wat natuurlijk ook heel leuk is, is om af en toe samen te werken met een andere YouTuber. Dus ben jij of ken jij een hele leuke YouTuber? Of misschien moet ik wel gewoon met jou samenwerken? Laat het dan weten hieronder in de comments. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren. Dat was hem dan. Dit is gewoon mijn allereerste filmpje van het Klokhuiskanaal. En ik hoop jullie heel snel te zien bij het volgende filmpje.